hele goede middag, beste mensen. En weet je, gewoon een goede middag. Omdat alles vandaag gewoon lekker rustig is. En de vlog daarentegen was gisteren niet op tijd geüpload. Daarvoor excuses. Die was pas om 6 uur geüpload. Maar het gaat wel steeds beter. Ja, dat vind ik ook zelf uiteraard. Ik ga wel in ieder geval even lekker eten. Dan ga ik eigenlijk een beetje mijn spullen langzaam wat een beetje inpakken. Om naar Amsterdam te gaan. Ja, waarom doe ik het nu pas? Omdat ik dacht, nou, ik hou er... Ja, het is heel slecht. Ik hou er niet van om van tevoren alles wel in te pakken. Ik weet niet. Kijk, sommige dingen wel. Maar ik weet precies eigenlijk al wat ik al nodig wil. Kijk, net zoals deze blouse. Of in ieder geval, ja, blouse voor de, omdat het vrij warm wordt. T-shirts, sokken, onderbroek zijn hier ook nog altijd. Dus het komt helemaal goed. Maar in ieder geval ga ik eventjes genieten van het eten wat daar staat. En dan zie ik jullie straks weer. Doei doei. Dus mensen, zoals jullie kunnen zien, het is eigenlijk al een hele tijdje later. Eigenlijk precies 2 uurtjes later. Ik zou eigenlijk nu weg gaan. Maar omdat ik dus blijkbaar niet constant gat mee te nemen. En dat was mijn camera opladen. Want zonder mijn camera komt er ook dus geen vlog maken. En heel velen, ik was dus bijna een half uur op zoek naar dit draadje. Want ik ben niet zoals andere YouTubers die een extra batterij extra hebben of zo. Nee. Want ik verdien niet zo heel veel met YouTube. Dus kijk. Tuurlijk, investeren is goed binnen YouTube. Maar ik vind dan, ja, als ik gewoon de kans heb om mijn camera gewoon op te laden, dan doe ik het. Want op dit moment is mijn camera nu 91%, dus ik kan wel eventjes doorfilmen, daar niet van. Maar, dan zou je denken, of Emilio is dan een half uur later in Amsterdam. Nee. Ik heb het slim gedaan, ik ben een kwartiertje later. Nou, ik had gezegd rond 9:30. Nou, 9:30 is eigenlijk tussen 9:15 en 9:15. Dan noem ik een beetje rond 9:30. Kijk, anders was ik er om... Ja, 9:15, 9:30. Dus nu ben ik eigenlijk een kwartier later. Want ik kom dan aan op 21:31 kom ik dan aan. En 33 gaat dan de tram vanuit Amsterdam Lelylaan naar EQplein. En dan moet ik daarna nog even naar mijn tante lopen. Maar dat maakt voor de rest helemaal niet uit. Ik heb eigenlijk al alles ingepakt. Ik heb hier, zoals jullie kunnen zien, ook al gewoon de laptop van die ik van... Zo, dankjewel. Laptop van Twan heb ik erin gestopt. En ik heb mijn hardloopkleding meegenomen. En mijn normale kleding. En ik neem dan gewoon deze jas mee. Want ik zie dat er boven de 20 graden wordt dit weekend. Dus dan kan deze gewoon lekker hier blijven, deze winterjas. Dan ga ik gewoon deze zomerjas. En ik vind het nog wel vrij netjes voor mij doen. Zo dat ik het zeg, maar dit is nog vrij netjes. Als we kijken naar een paar dagen terug. Toen ik mijn kamer had gefilmd. Hij zag het er heel rommelig uit. Dus ik kan nu wel heel even mijn raam even open doen. Zodat het een beetje, nou ja, wat frisser gaat ruiken hier. Maar inderdaad, mijn bureau moet ik eventjes nog schoonmaken. En voor de rest heb ik dus alles gewoon gedaan hier. En een beetje gestofzuigen. Want ja, het was inmiddels alweer 2 weken terug. Ik voor het laatst onder het bed heb gelopen stofzuigen. Dat is een andere vrouw. Ik heb hier dus al even de wasjes eventjes opgehangen. Uiteraard is die nog niet droog. En ik heb de afwas hierbij gewerkt. Want die zat eerst nokje vol. En tegelijkertijd is gewoon een beetje afwachten. En nu zou je denken, Emilio, jij hebt alle groenten opgegeten. Nee, ik spijtig gezegd. Ik heb het weggehoord. En de mastbook zou dat niet zeggen. Maar ik ben tegelijkertijd, ja kijk, ik ben wel zo iemand, tuurlijk, ik ben tegen etenverspilling. Maar als ik echt iets niet lekker vind, dan eet ik het ook gewoon niet op. Nou, ik heb wel uiteraard geprobeerd, ik heb de helft van die groenten nog op een rode kool opgegeten. Alleen 1 of 2 groentes, vind ik, dat gaat gewoon niet door mijn keel heen. Dat is pastinaak en dat is rode kool. Voor de rest vind ik eigenlijk tot nu toe alles lekker, dus dat is ook helemaal goed. Nou, ik ga in ieder geval... alvast een beetje de vuilnis eventjes hier weggooien. En dan ga ik richting Amsterdam toe. Dus ik neem gewoon de camera mee op de weg mee naar Amsterdam toe. En ik film daar ook gewoon uiteraard. En dan ga ik eigenlijk alweer vanavond, nadat ik de vlog heb afgesloten, ga ik deze vlog gewoon bewerken. Want ja, ik heb gewoon de laptop mee. Ik heb de wifi wapen van mijn tante. Dat is ook fijn. Want ja, zonder wifi kan de vlog ook niet online. Dat is ook een beetje zo. Nou, ik zie dat ik weer 4 minuten weer heb lopen praten. Eigenlijk heb ik besef dat ik al 4 minuten zo loop te praten. Denk ik bij mezelf, hoe kan ik in 4 minuten nou weer zo hebben gepraat? En ja, dat dus. Nou, in ieder geval zie ik jullie zo weer. Doei doei! Beste mensen, ik ben ook inmiddels hier aangekomen in Amsterdam. Eigenlijk zou ik de vlog in de avond al moeten afsluiten, maar dat is niet gelukt. Maar ik wil jullie dan wel eens nog heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond jij deze vlog leuk. Als jij vriend niet een tikken naam was, dan vind ik mijn kanaal dan ben je hier beneden.